Lieverd, mama moet echt weg nu. Merel! Ja, mevrouw? Wil jij hem nog even een verhaaltje voorlezen? En vergeet de fles niet. Komt goed. Gaat u maar. Merel leest je zo nog een verhaaltje voor. Tot straks. Veel plezier. Zo, buurvrouw. Ziet er mooi uit. Dank je, Jaap. Sorry, kan ik hier eigenlijk wel roken? Geen probleem. Anton? Ja. Merk je. Zullen we? Welke etage? Tweede. Tweede. Hoe heet je eigenlijk? Susanna. Susanne. Wil jij nog iets drinken? Nee, dank je. Susanne, je bent niet heel erg ervaren, hè? Of vergis ik me? Je bent de eerste. Van vanavond? Mijn eerste klant. Zoenen doe ik niet. Nou, wat doe je dan wel? Voor 200 euro? Mm-hmm. Meer dan genoeg? Ik wil je kut zien. Nou? Sorry, ik kan dit niet. Jezus. Kom op, zeg. Ja, zullen we er maar mee ophouden dan?
200 voor jou en 150 voor de kamer? 200 voor de kamer. 200. Je was geweldig. Dat duurde lang. Ik heb nog even gedoucht. Ik heb de oppas gebeld. Robbie ligt heerlijk te maf. Fijn. Heeft hij zijn papfles nog gedronken? Tot de laatste druppel. Hey, sorry als ik net een beetje grof was. Maar het was wel geil. Ik voelde me zo stom. Het idee dat wij dit nodig hebben. Om... Nee, ik vind het juist bijzonder dat wij dat doen voor ons. Hm? Maar, Suzanne? Niet goed. Nou, de volgende keer iets exotischer, oké? De volgende keer. Komt er wel een volgende keer?